Nog eens de verre van. Dat is een broertje van papa. Papa heeft de benen genomen. We zijn pin jij of pin ik, zelfs? Nee, jij moet pinnen. Ik zou de omste beurt pinnen, jij moet nu pinnen. Ja. Dan ga ik pinnen. Omste beurt. Ja. Voor het carnaval hebben we wel wat nodig. Nee, zus. Jij moet achter de rode streep blijven in verband met mijn privacy en dergelijken. Hè? Ja, er is hier toch helemaal geen rode streep? Ja, maar toch moet je erachter blijven. Dat zijn nou eenmaal de regels van het betalingsverkeer. Goed, ja, dan blijf ik achter de rode streep die er niet is. Hè? Ja, het is zo paranoia, hè? En dan vergeet ze van de zenuwen altijd de pincode. Let op. Nou ben ik mijn pincode vergeten door jouw gezeur. 0068, ja? 0068. Schreeuw niet van de dag. Ja, onthoud hem dan eens een keer je dat pincode. Moet je, nou ga jij nou maar pinnen. 0068. Ja, nou weet het hele dorp mijn pincode. Goed, dan ga jij maar pinnen. Dan maak jij het over op mijn giro. Ik pin niet, ga jij nou maar pinnen. Jij was eigenlijk aan zijn beurt. Hoeveel zullen we nemen, Jet, voor de carnaval, wat denk je? 500 gulden? 500. Wil je een bonnetje, Jet? Ja, natuurlijk wil ik een bonnetje. Wil je een bonnetje? Ja. Maar het komt toch ook gewoon op je afschrift te staan, die 500 gulden? Hoef je toch niet ja, maar misschien gooien ze weer vuurwerk in de brievenbus en dergelijke. Check en double check, zus, dat weet je. Een pincode van de daken schreef. Ik begrijp het niet. Hoe kan je dat nou doen? We moeten een nieuwe pincode aanvragen en dergelijke. 1? Ja. Oh ja, nou, zie je nou wel, zie je nou wel, zie je, daar heb je het weer. Zijn weer spiksplinternieuwe briefjes van 100. Ja, feestelijk is dat. Dat vind ik zo fijn, klopt nieuwe briefjes. Dat vertrouw ik niet. Met al die berichten over valse munters en dergelijke, daar klopt niets van. Waarom klopt dat niet? Nou, er is niks aan de hand, dat is toch feestelijk? Je krijgt toch altijd nieuwe briefjes van 100 eruit? Daar zit daar onder de grond een bende valse munters en dergelijke. Ga nou maar terug en wissel ze om voor oude tientjes of briefjes van 25. Dat is goed, Jet. Hier moet ik uren aan vouwen om ze oud te krijgen. En ik dank je feestelijk en dergelijke. Ja, dat zit er ga maar, hoor. Bende valse munters onder de grond. Ga ze maar ruilen. Ja, ik zal ze ruilen. Jet is niet meer van deze wereld, hoor. Echt niet. We hebben een damesclubje. Dan stelden ze van de week toch serieus voor dat we een actie moesten opzetten dat alle vrouwen over de hele wereld zouden helpen met het dichtbreien van de ozonlaag. Niet meer van deze wereld.